Hoe staat het met de IT-security van de Nederlandse industrie? CIMAC en Cisco interviewden 88 IT-verantwoordelijken uit de Nederlandse industrie. De uitkomsten daarvan zijn samengevat in een trendrapport. Uit het onderzoek blijkt dat de IT-security zeker nog niet optimaal is georganiseerd en industriële bedrijven in Nederland serieuze veiligheidsrisico's lopen. Hoe zit dat precies? Ten eerste is bewustwording een cruciale factor, want security-uitdagingen. Waar organisaties vooral mee worstelen, zijn de aandacht en bewustwording van directie en medewerkers. Ten tweede de technische kant van de IT. Maar liefst twee op de drie industriële organisaties heeft te kampen met de integratie van verschillende systemen, gevolgd door het gebruik van mobile devices en toegang tot netwerk en data.